Dit is mijn club, mijn ideaal. Dit is de mooiste club van allemaal. Hier ligt mijn hart, mijn vreugde en mijn verdriet. Het kan dooien, het kan vriezen, we kunnen winnen of verliezen. Maar een betere club dan deze is er niet. Dit is Jasper Lijvering van Amsterdam Vintage Watches en vandaag bespreken we de horloges van de Ajax-side. Leuk dat jullie kijken. Het gaat dus over Ajax. Die staat vandaag centraal. Althans, de spelers en in het specifiek wat ze om hun pols dragen. Dat ze op het veld dit seizoen de baas waren, daar kan je moeilijk omheen. Maar is hun wrist game ook on point? Dat gaan we vandaag bekijken. We starten natuurlijk met mijn eigen wrist game. Een kleine wrist check. In dit geval op Patek Philippe Nautilus. Je zult zien dat die goed vertegenwoordigd is binnen de selectie van de Amsterdammers. En in dit geval referentie 3800. Het kleinere formaatje wat voor mijn pols perfect is. Met de gewaardeerde blauwe wijzerplaat, de tritium hour markers en wijzerset. Horloge komt binnenkort te koop. Ajax en horloges is in het verleden een beetje een moeilijke combinatie gebleken. Zo werd ex-Ajax-seed Jody Lukoki bijna vervolgd voor het hele van een Annemarie Piquet horloge. We kennen misschien nog wel Ebisilio, die de flanken van Ajax onder zijn hoede nam. Maar hij nam ook de verkoop van zijn horloge onder hoede. In 2012 kreeg hij een horloge van de club, een Rolex Explorer, die hij vervolgens verkocht. En dat horloge werd gewoon te koop aangeboden online met zijn naam achterop. Niet echt heel charmant, een beetje de bilio. Maar misschien het allerpijnlijkste is dat Ajax een sponsor heeft voor de horloges. De official timekeeper is Hublot sinds 2011. Er zijn nog meer slachtoffers van dit merk. Ook Juventus, Bayern München en Benfica worden gesponsord door Hublot. En de enige momenten dat we de Ajax-side zien met deze horloges om hun pols zijn de foto's wanneer ze het contract ondertekenen van Ajax. Ik denk dat dat verplicht is. Verder hebben ze er gelukkig voor gekozen om zelf een collectie aan te leggen. Die gaan we vooral bekijken. En we beginnen bij Erik ten Hag. Nou, Erik ten Hag die wordt voornamelijk met zijn Hublot horloge gezien. Hij bezit ook een heel mooi rood kinderhorloge. Wat eigenlijk hem nog beter staat dan die prachtige Hublot. We hopen van een trainer dat hij natuurlijk het goede voorbeeld geeft. En dat doet hij misschien wel buiten het veld. Maar als je kijkt naar wat hij draagt. Helaas, treurig maar waar, heeft hij zichzelf nog niet verwend na zijn succes met een fatsoenlijk horloge. Nog altijd het gesponsorde Hublot om zijn pols. You deserve better. We gaan door naar de spelers. We starten achterin en we bouwen het op. Zowel eigenlijk in collectie als in hun positie op het veld. Dus we gaan meer richting de spitsen. Gaan we ook meer richting de kostbaardere horloges. En we starten met Nusair Masraoui. De back van Ajax die zich ook wel eens op het middenveld begeeft. Voornamelijk aan de rechterkant. En zijn horloge is een Rolex Datejust. Hij heeft gekozen voor de bicolor, dus de goudstalen. Met de fluted geelgouden bezel. De Jubilee band, waarvan de centerlink uiteraard ook in het geelgoud is. Ik vermoed als ik die foto bekijk dat het met een champagne dial is. Het is in ieder geval een lichtkleurige wijzerplaat. De retailprijs is €11.750. Gezien ze een sponsorcontract hebben met Schaapje Troen, vermoed ik dat hij daar een betere prijs voor heeft betaald. Althans, dat hoop ik, want wil je dit weer verkopen, dan gaat er toch wel wat af van de waarde. Joël Veldman is ondertussen een van de meest ervaren verdedigers geworden binnen de selectie van de Amsterdammers. Heeft een zwaar seizoen gehad met zijn blessures, heeft daarom niet veel gespeeld. Had hij genoeg tijd om zijn horloge te dragen en kon hij mooi zien hoe lang hij wel niet uit de running was. Dat deed hij met een Rolex Submariner 114060. No date met een waarde van ongeveer €6.900 retailprijs. En dit is een horloge wat uitstekend past denk ik bij zijn karakter. Ingetogen, maar wel stoer en sterk. Hetzelfde mag blijkbaar gezegd worden voor de nuchtere Hollandse Daley Blind. Zelfs na zijn vertrek naar Manchester United, naar Engeland, heeft hij zichzelf niet voorzien van nieuwe horloges. Het enige horloge waarmee hij gefotografeerd wordt, althans, is ook de Rolex Submariner No Date 114060. Beide hebben uiteraard de zwarte wijzerplaat en de zwarte bezel. Geen datumfunctie, nogmaals de retailwaarde van €6.900. Bescheiden. We gaan over naar een andere daily en dit keer een ander merk. Mr. Sinkgraven
die linksback is van Ajax, die draagt voornamelijk Annemarie Piquet Royal Oak. Hij heeft er niet één, maar twee. We vermoeden dat het referentie 15-400 is, want het grotere maatje is 41 mm. En hij heeft hem zowel met de donkere als met de lichte plaat, zodat hij altijd ervoor zorgt dat hij goed matcht met zijn outfit. Mocht hij net iets luxer gaan, iets minder sportief, dan kiest hij voor de Rolex Day-Date. Het zou een 11-8-2-3-8 kunnen zijn, 36 mm, maar de foto geeft niet echt uitsluitsel. Het kan ook het grotere maatje zijn. Respectievelijk zijn die 29.000 of 32.000 euro retailprijs, wat bijna het dubbele is van een Audemars Piguet Royal Oak 15-400, die een listprijs kent van 16.000 euro. Dan gaan we over naar Rasmus Christensen. 5711 is een referentie van de Patek Philippe. Uiteraard de Nautilus, zoals ik zei. Hij gaat nog vaker terugkomen. De retailprijs van dit horloge ligt beduidend lager dan de tweedehandswaarde. Dus de retailprijs is slechts 29.000 euro. Maar op de tweedehandsmarkt doen ze ongeveer 55.000 euro. Vanwege het exclusieve karakter. Het horloge wordt zeer zelden geleverd. Het zijn moeilijk te verkrijgen horloges. Maar met de connecties die Christensen via Ajax heeft, is dat vast goed gekomen voor de list. De nummer 6 van Ajax, Donny van der Beek, begon met een Rolex Datejust 41 mm 126334 met een listprijs van 8.750 euro. We zien hem na zijn aankoop van zijn GMT Master 116710LN eigenlijk nooit meer met de zojuist genoemde Datejust. De GMT Master geniet meer voorkeur. 40 mm, de LN staat voor Lunette Noir. Dus hij heeft die zwarte bezel, ook een zwarte wijzerplaat. Dit horloge is discontinued, hij wordt niet meer gemaakt. Maar bij tijd van levering was de waarde 6.900 euro. De volgende Deen in het lijstje is de middenvelder. Beter bekend onder de naam van Lasse Schöne, bijnaam Klasse Schöne. En als we kijken naar het horloge wat hij draagt, verdient hij deze bijnaam zeker. Patek Philippe 5726 met een listwaarde van 39.000 euro. Maar net zoals de andere Nautilus gaat die tweedehands voor veel meer. Dit is de stalen 5726 die net gediscontinued is met de witte wijzerplaat. Echt een heel gaaf horloge. Dus een Nautilus, maar dan met de Moonface bij de 6 uurs positie. Eén van de favorieten van de Deen. Maar we vermoeden dat hij nog meer Patek Philippe Nautilus heeft. We hebben die echter niet op camera kunnen vangen. Wel een Rolex Datejust of GMT. Want we zien de Jubilee band met de Oyster clasp. We vermoeden dat het een GMT is. Want aan de dikte van het horloge denken we dus dat het gaat om de nieuwe, althans sinds vorig jaar, GMT Pepsi. Op de flanken zetten we Harris naar David Neres. Zijn horloge is een Rolex Datejust staal rosé goud in 41 mm. Referentie 126331. Met een lichte wijzerplaat en een waarde van net iets boven de 10.000 euro. We gaan over naar Casper Dolberg, de altijd rustige spits van Ajax, die we ook onlangs een paar keer in de winkel hebben mogen ontvangen. En hij draagt een Rolex Day-Date 36 mm op deze foto. Vermoedelijk een 18038 op een leren band. Een wat chicere keuze. Prijs is ongeveer rond de 8000 euro. Hij heeft ook een Oyster met een grotere maatvoering, de 126334. Dat is de Rolex Datejust 41 mm. Met een retailwaarde van ongeveer 8750 euro. En dit horloge heeft een donkerkleurige wijsplaat. Dat is alles wat we kunnen vinden, want hij heeft maar één foto dat hij dit horloge draagt. Want sinds zijn aanschaf van, jawel, wederom een Patek Philippe 5711. Wat is het met die Denen, al die 5711's? Hij heeft ervoor gekozen om hem te nemen met de donkere plaat. Dus de blauwe plaat, wat het meest gewaardeerd is en het moeilijkst aan te komen. Wederom een listprijs van slechts 29.000 euro, maar de tweedehandswaarde van bijna het dubbele. In de voorhoede kennen we natuurlijk ook de Hunter, Klaas-Jan Huntelaar. Die is gespot met een Patek Philippe Nautilus 5980 in het staal met de donkere wijzerplaat. Het was moeilijk te achterhalen. We hebben wat via oud-ploeggenoten gevraagd wat hij nou meestal draagt. En uiteindelijk hebben we een foto ervan kunnen vinden. Want meestal draagt hij eigenlijk geen horloge. Maar de 5980 is een schitterend exemplaar. Een listprijs van 48.000 euro. Is aan de hoge kant, kan je denken. Maar mocht hij dit horloge kwijt willen, kan hij het makkelijk voor 70.000 euro verkopen. Daarnaast heeft hij nog een horloge. Daarmee hebben we hem niet kunnen fotograferen. We hebben geen foto's ervan gevonden. Maar het is een Daytona die uitgegeven is voor de verdiensten van de Nederlandse elftalspelers in 2010 toen ze de finale op het WK haalden. Referentie 116509. Jazeker, een witgouden Rolex Daytona. Maar wat is zo bijzonder aan dit model? Normaal gesproken met zwarte wijzerplaat en rode details is die voor het Nederlands elftal
uitgeleverd met oranje details. Dit is tevens de laatste custom Rolex die ooit uitgeleverd is vanuit Rolex zelf. En dit is exclusief nieuws. Er zijn geen plaatjes hiervan online, maar wij hebben ze. Zo jan detail. Ze kregen het horloge niet gratis. Ze moesten hem wel gewoon kopen. Ze konden kiezen met de variant met de leren band. Klaas van Huntelaar heeft hem met wit gouden band. De waarde daarvan is 34.000 euro. Niet alle spelers hadden dit ervoor over. Sommigen hebben die medaille voor je pols laten liggen. En helaas kunnen we niet delen wie hem wel en niet hebben gekocht. Nu zijn er twee spelers die strijden om de eer van de grootste horlogeverzamelaar te zijn van de aanstaande landskampioen. Ziyech en Tadic. En we beginnen met de Marokkaanse offensieve speler en zijn collectie. Volgens mij is hij ambassadeur of hij wordt gesponsord door een merk dat Kustos heet. Kustos, hoe de fuck je het wil uitspreken. Anyhow, het is echt horrible. Het is een soort nep Richard Mille of zo. Het is afgrijzelijk. Het kost wel degelijk veel geld die hij heeft gekregen, hoop ik. Ik mag aangaan dat hij niet zelf ervoor heeft betaald. Is eentje met de Marokkaanse crest als skeleton op het horloge in rosé goud uitgevoerd. Het verhaal maakt het niet veel beter, het is gewoon een afgrijzelijk horloge. Gelukkig heeft hij ook gewoon een paar steady merken erin zitten. Rolex mag niet ontbreken. De Datejust in 41 mm, wat onze smaak betreft natuurlijk te groot. Maar de 126333 is de goudstalen variant die hij heeft aangeschaft. Listprijs is rond de 11.750 euro. Niet het enige horloge wat hij in 41 mm heeft. Hij heeft ook een D-date, zowel in 41 mm als in 40 mm. 40 mm variant is de 28238, de geel-gouden D-date met een waarde van ongeveer 34.000 euro. En de rosé-gouden variant die hij heeft in 41 mm is een vrij bijzondere, discontinued uiteraard in deze maatvoering. Maar de 6 en de 9 zijn voorzien van robijnen. De andere indexmarkers zijn met diamant. Deze chocolate dial werd destijds aangeboden voor 29.500 euro. Het horloge wat we het meest om zijn pols zien is een Patek Philippe Nautilus 5711. Nu, ondertussen hebben jullie die referentie vaak genoeg gehoord, dus ik hoef niet meer uit te leggen wat het is. Alleen die van hem is gecustomized met een diamond setting op de bezel, op de kast en op de band. Bear in mind, het is een aftermarket diamond setting, dus het is nooit uitgevoerd door Patek Philippe zelf in deze configuratie. Het horloge zelf heeft een listprijs van 29.500. Laten we zeggen dat hij nog een kleine 15.000 euro heeft betaald voor de diamond setting. En de berekening die Esquire er ooit heeft op losgelaten slaat echt helemaal nergens op. Dus vergeet dat, want een factory set Patek Philippe Diamond Nautilus is misschien rond een miljoen, maar dit ding is misschien een kleine 50k. Het kostbaarste horloge in de collectie van de nummer 10 van Ajax is een Richard Mille. RM550 is de referentie. Bubba Watson, de golfer. Voor hem was hij gemaakt. En de Asia Edition is uitgevoerd in 30 pieces. Nu is het best wel gek dat een Asia Edition bij een Nederlands voetballer terechtkomt. Maar ik denk dat de voornaamste reden is dat die Asia Edition de kleuren heeft van Ajax. Namelijk wit en rood. Tevens is het horloge zo ontworpen dat je er theoretisch gezien eigenlijk mee kan voetballen. Nu zie ik hem dat niet zo snel doen. De waarde van het horloge is ook 135.000 euro. Voor mij de absolute nummer 1 is de Serviër Dusan Tadic. Hij mag zich een echte horlogeliefhebber noemen en heeft een aardige collectie opgebouwd. We zien veel rosé goud erin terug, dus ik denk dat hij dat wel waardeert. En uiteraard is Rolex goed vertegenwoordigd, startend met deze Daytona Ceramic 116500LN. Met de zwarte bezel in keramisch materiaal uitgevoerd en de witte wijzerplaat. Listprijs van 11.500 euro, maar zoals we weten gaan deze ook tweedehands rond de 20.000 euro over de toonbank. Het rosé goud zien we voor het eerst terugkomen in de 126655. Voor de niet-horlogekenners onder ons is dat uiteraard de Yachtmaster, zoals ik al zei, in rosé goud met de Oysterflex rubberen band. Die toffe, vind ik zelf, rubberen bezel, die zwarte plaat. Uitstekend horloge, mooie keuze en dat alles voor slechts 24.000 euro. We bouwen het op in waarde en gaan over naar een horloge van 45.000 euro. De 326935 is de Rolex Skydweller. Wederom cozy voor rosé goud. En deze heeft de lichte wijzerplaat layout. Een vrij flink horloge, zeker als je het vergelijkt met andere pieces die allemaal onder de 40 mm blijven. Maar het is wel een kostbaar horloge en zeker in het rosé goud zie je hem niet vaak voorbij komen. Zoals jullie ondertussen wel merken heeft Dusan Tadic genoeg keuze om op zijn pols te dragen. En behalve Rolex zien we ook Patek Philippe bij hem terug. Tweemaal een Nautilus in zijn collectie, beginnend met de 5711.
blauwe plaat in het staal met een waarde van 29.000 euro. En ondanks dat hij vrij exclusief is en dat hij dus tweedehands voor veel meer gaat, vindt hij misschien wat saai geworden. Meerdere teamgenoten hebben hem en daarom draagt hij hem bijna nooit meer. In plaats daarvan kiest hij voor zijn favoriet. Het horloge wat hij het vaakst om heeft is de 5980. De Nautilus met wat meer complicaties, wat groter qua formaat en de rosé gouden band. En dit horloge is astronomisch qua prijsontwikkeling. En misschien gaat het bijna de Richard Mille van Hakim Ziyech voorbij. Ondanks dat de listprijs ver onder een ton is, 79.000 euro, worden ze nu al aangeboden voor 135.000, 140.000 euro. Dus eigenlijk een horloge met een huidige waarde van 1,5 ton. En daarmee staat Dusan Tadic niet behalve de waarde, maar ook qua collectie als volledigheid op nummer 1 voor ons. We kunnen deze aflevering natuurlijk niet afsluiten zonder dat we een special mention doen naar Abdelhak Nouri. Stay strong, Appie. We gaan ook heel veel horloges voor de vorm behandelen. De Datejust 41126334 met blauwe wijzerplaat. Daarnaast is hij gefotografeerd met een Rolex Submariner met date function, de 116610LN. Oké, jongens, leuk dat jullie hebben gekeken. Wellicht dat die video ook wordt bekeken in de kleedkamer. En Ajaxiden zijn ook altijd welkom om nog een aanvulling te doen aan hun collectie. Mooi vintage piece wellicht. Jullie hebben het in ieder geval verdiend. Dit jaar gaat insane. Dus ik kan me voorstellen dat jullie bonussen ook wel riant zijn. Amsterdam Vintage Watches helpt jullie graag. In het specifiek ik, Jasper Lijvering. En mijn favoriete slogan is dat de beste dag om een horloge te kopen vandaag is.